Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Afgelopen zaterdag stond de Overijsselse kraker op het programma. Er werd thuis gespeeld tegen SC Genemuiden. Laten we gaan kijken naar de beelden van dit duel. Goed zo, jongen! Goed zo, jongens! Yes,
Yes! Kijk, het contrast met vorige week kon eigenlijk niet groter, hè, vandaag. Nee, dat kun je wel zeggen, ja. Als je ziet hoe we vorige week erop staan in duels, voetballen, echt als team. Ja, dan wil je die lijn vandaag voortzetten. Maar ja, krijg je 4-0 op de kloten. Dat is niet lekker. Nee, 4-0 op de kloten. Het begint eigenlijk bij die 1-0, een vrije trap. Ja, staan jullie daar niet op te letten? Ja, nou, wij wisten wat hun, hun bedreigingen waren. En dat was inderdaad die jongen van de voorzet. Nou, eigenlijk werd hij de hele wedstrijd wel redelijk makkelijk gevonden. En misschien moesten we daar wat sneller kort op komen te staan. En hem wat minder de ruimte geven om uiteindelijk die actie te gaan maken. Maar goed, ja, dat gebeurt wel. En dan zie je dat hij sowieso twee voorzetten geeft. En twee van ligt hij ook in het mandje. Precies, de eerste helft, Geen de Muiden, heel erg afwachtend. Ja, was dat eigenlijk de verwachting die jullie ook hadden van de tactiek van Geen de Muiden? Of verrasten zij jullie? Nee, absoluut niet. En alleen wat wij niet goed deden, vond ik, en dat was het spel sneller verplaatsen en snelle diepte. Hè. We speelden allemaal te veel in de bal en te weinig de loopacties zonder bal die we maakten in de diepte. Terwijl we wisten dat daar de ruimtes konden bespelen. Ja, dat hebben we niet goed gedaan. Wat is nou het grootste, ja, wat je hieruit kunt leren? Dat misschien het stabiele worden, dat de grootste uitdaging is? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk, en met name met elkaar volwassener worden. Precies, want heeft de volwassenste ploeg vandaag, de meest volwassen ploeg vandaag gewonnen? Absoluut. Ja. Helaas een teleurstellende middag dus vandaag. Er volgen nu 2 uitwedstrijden. We gaan eerst naar Urk en daarna naar Harkemase Boys. Heel graag tot dan. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.